Mooie foto, hè? Ja. Hoe oud zouden ze nu dan zijn? Als ze nog zouden leven? Ja. Nou, dan zouden ze wel ergens in de 100 zijn. Voor de herdenking begint, laat vader Joël trots de vlag zien met daarop zijn opa en oma. De overgrootouders dus van Benson Nubian. Eén keer per jaar tijdens de Indië-herdenking worden er vlaggen opgehangen door Indische families die daarmee hun voorouders willen eren. En zo ook de vlag van mijn voorouders. Oma Els en opa Job. Zijg het verleden in het heden en je ergens tussenin. Tijdens de herdenking zelf hebben Benson en Nubian een speciale rol. Ze mogen een krans neerleggen bij het monument. Super interessant, want het is eigenlijk ook een beetje jouw geschiedenis en die van jouw familie. En het is belangrijk om er goed over, om er goed bij stil te staan wat er is gebeurd in die tijd. Nederlands-Indië heet tegenwoordig Indonesië. Het land was vroeger een kolonie van Nederland. Ons land speelde er lange tijd de baas en bepaalde de regels. Veel Nederlanders woonden en werkten er. Ze hadden bijvoorbeeld plantages waar ze thee en kruiden verbouwden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette het Japanse leger Nederlands-Indië. De Japanse soldaten behandelden de mensen heel slecht. Ze sloten Nederlandse families op in kampen. Daar kwamen veel van hen om door honger, ziektes en geweld. Ook werden mensen gedwongen om te werken voor de Japanse bezetters. Ze moesten heel zwaar werk doen, zoals bijvoorbeeld spoorlijnen aanleggen. Miljoenen mensen hebben tijdens de oorlog tegen Japan en de bezetting van Nederlands-Indië verschrikkelijke dingen meegemaakt. Zij worden vandaag allemaal herdacht. Volgens mij is het gewoon belangrijk om in ieder geval onze voorouders erbij stil te staan dat er heel veel verdriet is geweest. En dat er mensen zijn gestorven en dat er mensen hun landen hebben moeten verlaten. Ik vind het belangrijk om daar vandaag bij stil te staan. En aan de andere kant is het ook belangrijk om verder te gaan voor ons. Om te kijken naar de toekomst. En dus wordt hier in Rotterdam vandaag niet alleen herdacht, maar ook feest gevierd. Met Indisch eten, optredens en een foto-expositie. Oh, kijk, hier hangen we. Ja, ja, na de officiële ceremonie van vanochtend gaan we nu de dag eigenlijk anders afsluiten dan normaal. Maar het Indo-zijn te vieren met muziek en lekker eten en speelgoed en allemaal leuke dingen. En daar staan jullie dan tussen hier? Ja, klopt. Ja. Grappig. Vooral, want ik wist niet dat al die foto's hier zouden staan. Het is wel een soort van weer verrassing. Het is mooi. Het is een mooie bijdrage aan de herdenking en de dag voor vandaag. Ja.